Dit is de reading voor de stier en we gaan vandaag kijken wat gaat het werk voor jou opleveren. En misschien dat je ergens onduidelijkheid over hebt, dat je niet weet dat als jij straks jouw opleiding hebt vervolgd of dat je dan hiermee aan de slag kunt. Of je zit misschien op werk te wachten, sollicitatie of wat dan ook. Wat mogen wij weten voor de stieren met betrekking tot het werk? Of de crosswatcher, die is ook welkom, die kijkt omdat je bijvoorbeeld sterke stierplaatsingen hebt of een partner hebt die stier is bijvoorbeeld. The falling moon, releasing blocks. Er worden nog voorlopig wat blokkades losgeweekt, hoor ik. Dus het kan zijn dat jij voelt van, hey, ik moet wat reiki healingen laten doen. Dat kan eventueel bij mij op afstand. Of je kan het zelf misschien. Zodat je dus die blokkades kunt wegkrijgen op de chakra's. En dat er dus duidelijkheid en helderheid naar voren kan komen. En die blokkades op die chakra's kunnen dus ervoor zorgen dat je ergens niet vooruit kunt komen. Of dat je het gevoel hebt dat je vastzit, omdat je wel misschien het een en ander doet. Je werkt misschien keihard of je trekt eraan als een paard. Ik hoor als een stier. Maar het komt niet vooruit en dat heeft dus met die blokkades te maken. Dus ga met die blokkades aan de slag. Het komt voornamelijk door het overdenken. Dus ik denk dat het een soort kettingreactie is. Zo van, ik doe er alles aan om vooruit te komen op mijn werk. Of ik doe er alles aan om te solliciteren, maar ik krijg niet de juiste baan. Of ik heb iedere keer baantjes waarbij ik akkefietjes heb. Of dat ik tegen dingen aanloop dat ik denk, nee, deze baan is toch niet wat ik wil. En dan ga jij dus van, omdat het niet vooruit komt, ga jij daarover denken. En dan ga jij dus angsten krijgen. Je gaat twijfelen, misschien zelfs wel twijfelen aan jezelf. En dat moet je dus vooral niet doen. Dat werkt eigenlijk blokkades in de hand. Of als jij dus je blokkades laat verwijderen of dat je je chakra's laat helen of alignen, dus weer met elkaar verbindt, dan kan het zijn dat het overdenken weer opnieuw blokkades vormt. Dus wees je daar bewust van. Ja, je wil die nieuwe start, je weet jouw potentieel, je wil verder. Je hebt ook heel veel ideeën, je neemt misschien ook actie, onderneemt ook actie. Om die ideeën vorm te geven. Misschien een opleiding of anderszins. Je wil vooruit. En je hebt het gevoel dat je niet verder komt. Of dat het niet snel genoeg gaat. Ik denk dat er binnenkort duidelijkheid komt. Of een doorbraak komt voor de stier. Op dit gebied. En het kan zijn dat het gaat om iets wat je maar moeilijk kunt loslaten. Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om controle los te laten, omdat je dan het gevoel hebt dat je die zekerheid niet hebt. Loslaten bijvoorbeeld van je huidige baan, die van 9 tot 5 hoor ik, die jou heel veel financiële zekerheid geeft, maar niet die voldoening geeft. Het kan ook zijn dat je het niet wil loslaten omdat het je financiële zekerheid geeft. Het kan ook zijn dat het gaat om een bepaalde functie. Dat je die niet durft los te laten. Dus dat je als je aan het solliciteren bent. Of als je denkt, nou, deze functie geeft me geen vervulling meer op dit moment. Probeer dan naar een andere functie te gaan solliciteren en niet meer naar dezelfde, want je kent het al van binnen en van buiten. Dus hou niet vast aan het bekende, aan dat wat jou een gevoel van veiligheid geeft, maar ik denk juist buiten de comfortzone.
intuïtief krijg je al door van wat het is. Dus jouw intuïtie probeert je al een beetje wegwijs te maken. Zodat je uiteindelijk jezelf bevrijdt, als het ware, van die controle. Of voor sommigen een beetje die koppigheid. Zo van, ik hou vast aan deze baan. Ik wil niet weg, want ik weet niet wat ik in de toekomst ga treffen. Hè, wat een andere baas doet. Misschien krijg ik het wel slechter. Maar je gaat dus helderheid en duidelijkheid krijgen. Hoe jij jezelf kunt bevrijden uit het overdenken. Ja, en dan is het de kwestie van doorzetten. En dan bijvoorbeeld controle loslaten. Of die stabiliteit en die zekerheid die je hebt loslaten. Of het materiële loslaten. Zodat je dus verder kunt komen. Voor sommigen krijg ik door dat je eigen zaak mag beginnen. Voor anderen krijg ik door dat als jij duidelijk doorkrijgt wat je los mag laten, dat dat bevrijdend werkt. Dat dat dan uiteindelijk duidelijk aangeeft van, nu kan ik verder? Nu weet ik op welke functie ik moet solliciteren. Of nu weet ik van wat me al die tijd in de weg heeft gezeten. Of nu weet ik van, hij heeft een rood gewaad aan. Nu sta ik in mijn volle kracht. Ik heb mijn basischakra of mijn onderste drie chakra's laten cleansen. En ik voel nu, ik zie nu ineens wat ik moet doen. Ik kan in volle kracht vooruit. En ik durf ook nieuwe facetten van deze rol aan. Wat het dan ook is. Jij raakt geïnspireerd. Jij raakt gemotiveerd. En je bent er ook klaar voor. En ja, de moed die komt uit je tenen. Want iemand die in zijn of haar kracht staat. Hè, die durft ook. En ook al is het nieuw. Ook al is het iets anders. Je zit in die positieve, gedreven, gemotiveerde energie om vooruit te gaan. Ik denk dat je te bang bent voor iets los te laten. Kan een persoon zijn, maar dat je dus zegt van, ik heb zoveel trouwheid geboden aan deze baan. Ik werk hier al, weet ik veel, 20 jaar of 15 jaar. Of misschien heb je het gevoel van, ik heb zoveel voor deze baan gedaan. Of voor deze functie. En het houdt nu op. En dat je binnenin jezelf dat verlies voelt. En dat je niet wil opgeven. Dus dat het als een soort persoonlijk verlies voelt. Als zijnde van, nou, ik geef nu een 9 tot 5 baan op en ik ga mijn eigen zaak beginnen. Of ik zeg deze baan op na 10 jaar trouwe, loyaliteit en ik ga iets anders doen. Dus dat kan ook een beetje conflictuerend werken. Zo van, maar het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat je anderen moet gaan teleurstellen. He, wat denken mijn collega's wel niet als ik na zoveel dienstjaren vertrek? Of mijn baas zal mij wel voor gek verklaren. Maar daar moet je het niet van af laten hangen. Het gaat erom dat jij doet wat je moet doen. En weet dus ook dat je uiteindelijk die samenwerking gaat krijgen in de toekomst. Dat je er niet alleen voor staat en dat je flinke invloed krijgt of invloed mag uitoefenen. Dit kan ook staan voor een nieuw leuk team. Dit kan staan voor samenwerken met het goddelijke, het universum, de kosmos. Ja, je bent bereid om dit nieuwe aan te pakken en dit geeft jou uiteindelijk ook
de grondslag en de zekerheid. Dus je gaat geholpen worden bij dat nieuwe wat jij dus wil gaan doen. Bovendien nogmaals de hermiet, dus buiten intuïtief. Als je denkt, nou ja, ik twijfel aan mijn intuïtie, kan je natuurlijk ook in gebed gaan of mediteren, zodat je dus die helderheid gaat krijgen. Je innerlijke waarheid. Dit kan ook loskomen op het moment dat je dus die blokkades, als je daarmee gaat aan de slag gaat. Ook dan gaat er natuurlijk een natuurlijke flow door al die chakra's stromen. En dan kan het zijn dat je ook die helderheid gaat krijgen en die inspiratie om iets waar je nu nog aan vasthoudt, om dat los te laten. Dat is wat ik voor jullie heb. Nu ga ik nog even kijken wat je deze week kunt verwachten, lieve stieren. In combinatie met alle andere sterrenbeelden. Dus deze hebben we gehad. Die was voor jou. Even zo. Wat mogen wij weten voor de stier die te maken heeft met een ram? Communicatie. Dus het kan zijn dat er communicatie gaat komen tussen de stier en de ram. Dat kan duidelijkheid geven. Iemand komt met een kleine geste. Kan zijn dat een van jullie daar verward door raakt. Maar uiteindelijk komt het allemaal op zijn pootjes terecht. En het kan zelfs zo zijn dat iemand dat het een geldschieter is. Dat je eerst die schildknaap, eerst een kleine donatie. En vervolgens zegt iemand, nou, ik vind jou zo goed. Ik zie zoveel potentieel in je. Ik wil graag in jou investeren. Het kan ook zijn dat er helderheid en duidelijkheid komt voor jezelf. Waardoor je weet van, ik ga hier voor de volle 100% voor. Dus dat ziet er heel erg goed uit voor jullie. Wat mogen wij weten voor de stieren die te maken hebben met een andere stier? Dus stier met stier. Oeh, dat kan wel eens iets in de liefde gaan triggeren. Maar liefde kan van alles zijn, hè? Je kan ook natuurlijk heel veel liefde voelen voor je broer, je zus. Zelfliefde kan dat ook zijn. Er komt duidelijkheid, helderheid, waardoor jij inzichten gaat krijgen, of de ander, over dat iemand een succesvolle connectie met je wil beginnen. Iemand die zeer gepassioneerd is, iemand die zeer gedreven is. En onderaan het dek hebben we de aas van zwaarden, dus deze persoon, wat deze persoon ook gaat zeggen. Ze zullen de waarheid verkondigen. Dus als zij jou de liefde verklaren, dan is dat ook legitiem. Wat mogen wij weten tussen de stieren en de tweelingen? Ik hoorde de waterman. Misschien sterke plaatsing in waterman. Wat mogen wij weten? Allemaal. Deze. De wet van aantrekkingskracht gaat gelden tussen de stier en de tweeling. Deze. Er komt een bepaald aanbod. Iemand wil graag water bij de wijn doen. Iemand wil verzoenen. Iemand wil een goede vaste verbintenis met je aangaan. Of iemand wil de liefde naar je uiten. Maar het kan zijn dat jij te druk bent. Jij hebt zoveel mogelijkheden. Dit kunnen ook, het kan ook zijn dat je aan het daten bent. Dat je niet weet waarvoor je wil gaan. Dus dit is een van de gegadigden. Maar het is iemand die het goed met je wil maken. Dus het is iemand die je kent. Maar je weet begot niet... Of je daarvoor wil gaan, omdat je misschien andere, betere keuzes hebt.
kan ook zijn dat iemand de liefde aanbiedt, maar dat jij zoiets hebt van deze persoon heeft altijd zijn of haar opties opengehouden. Dus ik weet niet, eigenlijk niet zo goed of ik hier wel voor wil gaan. Wat mogen wij nog meer weten voor onze lieve stieren, maar dan nu richting de kreeft? Zelfregulatie. Dus ik denk dat jij, maar ook die kreeft, alle twee zelfvoorzienend zijn. Misschien heb je alle twee je eigen zaak. Je ziet potentieel in elkaar. Je ziet de vooruitgang voor een eventuele connectie. Maar dan moet er wel eerst een gesprek plaatsvinden. Ik denk dat je nu nog met elkaar communiceert vanuit telepathie. En dat de persoon in de 3D misschien nog afstand houdt. Of dat die persoon geen medewerking aan je wil verlenen. Maar in de 5D of hoger hebben jullie wel al die sterke band. Zoals je ook wel eens hoort van dat je in de 5D... of hoger wel al bijvoorbeeld samen kunt zijn met je tweelingenziel. En in de 3D nog helemaal niet. Wat mogen wij weten tussen de stieren en de leeuwen? Iemand gaat door zijn of haar schaduwzijde. Dat heeft te maken met het verleden. Iemand moet daar wat in aankijken. Kan zijn dat daarom deze persoon iedere keer jou afwijst. Of dat je weet, deze persoon moet helen, dus ik wijs die persoon af. Dat kan een torenmoment veroorzaken bij die persoon. Omdat die persoon zoiets heeft van, ja maar hey, wat is dit nu? Mensen staan voor mij in de rij. Het kan zijn dat deze persoon enorme uitstraling heeft. Of hartstikke knap is, of wat dan ook. Mensen staan voor mij in de rij, dus ja, waarom doe je mij nu afslaan? Nou, omdat jij dus misschien duidelijk ziet van deze persoon kan mij nog helemaal niks bieden, want ze moeten eerst nog iets uit het verleden helen. Dus jij ziet iets in deze persoon wat anderen niet zien. En ik denk dat dat alleen maar een goede zaak is voor jou, om deze persoon op dit moment nog af te wijzen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat voor de toekomst ook zo is. Want als iemand gewoon verder gaat en dingen aanpakt en heelt, kan dat natuurlijk voor de toekomst wat anders zijn. Wat mogen wij weten tussen de stier en de maagd voor deze week? Een risico nemen. Dus het kan zijn dat iemand een risico gaat nemen, jij of de ander. Het kan zijn dat iemand denkt van, hey, ik ga mijn zegje doen. Het kan zijn dat iemand zoiets heeft van, ondanks de vele concurrenten ga ik toch proberen contact te zoeken en het risico nemen. Het kan zijn dat je je eigen bedrijf hebt. Het kan zijn dat dit gaat om een risico nemen naar de vader van je kinderen of de moeder van je kinderen, waar je bijvoorbeeld nu in conflict mee bent, maar dat wil je toch terug in evenwicht brengen, je wil dat helen en jij bent bereid om daar eventueel dan een risico mee te lopen. Of het is de ander, dat kan ook. Wat mogen wij weten tussen de stieren en de weegschalen? Jullie moeten iets loslaten. Het kan zijn een persoon, het kan zijn een mindset, het kan zijn een conditionering. Het kan zijn dat je misschien te conservatief bent als het gaat om geloofsovertuigingen. Iemand houdt je in de gaten, maar zit met innerlijk onrust. Ze weten dat jij hen balans, stabiliteit kan bieden. Maar zij weten niet goed over hoe ze verder moeten. Het kan zijn dat zij bijvoorbeeld al in een relatie zitten. Een koningin van munten kan een getrouwde vrouw of man zijn. En dat ze daarom zoiets hebben van ja,
ik weet niet of ik dit wel wil. Of dat ze zoiets hebben van jij zit in een relatie en dat is misschien een te groot risico wat ik loop. Maar er moet in ieder geval in deze situatie moet er wat losgelaten worden, omdat het op deze manier niet verder kan. En ik denk dat dat besef gaat binnenkomen. Wat mogen wij weten tussen de stieren en de schorpioenen? Dat je ondersteuning gaat krijgen. Dus dat kan zijn uit onverwachte hoek van een ander. Het kan zijn door je familie. Het kan zijn de gouden driehoek, omdat ik hier drie personen zie. Dus vanuit het universum, het goddelijke, de kosmos, dat je ondersteuning krijgt. Wat mogen wij weten? Tussen de stier en de schorpioen. Je gaat inzichten krijgen over het feit dat er een verandering plaats mag vinden. Het kan zijn dat jullie nu geen progressie maken of dat er geen vooruitgang komt, omdat iets beëindigd is of omdat iets moet transformeren. Je krijgt duidelijkheid daarover en vervolgens sta jij voor die afslag van ga ik naar links of ga ik naar rechts? Dus wat ga ik doen? Laat ik deze connectie doodbloeden of laat ik deze situatie aan mij voorbij gaan? Of ga ik hier wel voor? En dan heeft dat misschien te maken ook een beetje met je ego van het kan zijn dat als je hier je medewerking aan gaat verlenen, dat je dus misschien dat dat met ondersteuning te maken heeft of met een hulpvraag of dat iemand anders jou niet graag om hulp vraagt. En ja, wil je uiteindelijk die ondersteuning, wil je verder, wil je geholpen worden, dan zul je toch een bepaalde keuze moeten herzien. Tenzij je zoiets hebt van nee, ik ben te koppig, ik hou toch vast aan mijn ego, prima, dan is het nu nog jouw moment niet. Wat mogen wij weten tussen de stieren en de boogschutters? Ik denk dat jij een andere focus hebt dan de stier op dit moment. En dat kan zijn dat jouw focus ligt op het loslaten van de connectie. Het kan zijn dat je het fijn vindt om te reizen. Het kan zijn dat je inzichten krijgt over iemand die heel veel reist. Iemand die de situatie heeft losgelaten, ondanks dat ze veel passie voor je voelen. Voor anderen heb jij andere focussen waar je nu op gericht bent. Dus, en het kan ook zijn dat je merkt van nou, iemand heeft mij geghost, iemand heeft zich teruggetrokken uit de connectie. Waarschijnlijk omdat ze iemand anders hebben. Maar jij voelt daar nog altijd veel passie voor en jij wil daar succes van maken. Dus het kan zijn dat jij zoiets hebt van, nou, ik ga toch met die persoon contact opnemen om te vragen wat er aan de hand is, hè, om die duidelijkheid te krijgen. Wat mogen wij weten voor de stier en de steenbokken? Je ziet heel veel synchroniciteiten op het moment en die willen jou wat zeggen. Het is de hoogste tijd ergens in en voor sommigen is dat de hoogste tijd om iets los te laten. Wat mogen wij weten? Ja, iets loslaten. Dat is zo mooi als mijn gidsenteam mij bevestigt wat ik voel. Ja, je mag iets loslaten. En dat betekent dus dat je dan ook iets nieuws kunt beginnen. Je gaat daar inzichten over krijgen middels die synchroniciteiten. En weet dat als je dit loslaat, wat het dan ook is, hè, kan je werk zijn, kan een persoon zijn, kan een vriendschap zijn. Dat als je het nieuwe pad gaat vervolgen, dat dat succesvol zal zijn voor je.
Dus let op die synchroniciteiten. Wat mogen wij weten tussen de stieren en de watermannen? Dat je hoognodig een break mag nemen. Dus misschien moet je je batterijtjes opladen. Misschien heb je behoefte aan een retraite. Misschien heb je behoefte aan een vakantie. Of een extra lang weekend. Neem die dan ook. Want je bent het waard. Even jezelf terug in balans brengen. Of het kan ook zijn dat je wat teleurstelling, verdriet hebt gehad in een bepaalde situatie. En dat je maar alsmaar door blijft gaan. Dat je bijvoorbeeld jezelf bedolven raakt onder je werk. En dat is om die pijn te kunnen verwerken. Het is goed om die emoties aan te kijken en vooral niet om die emoties uit de weg te gaan. Dus wees liefdevol voor jezelf. Ga die retraite doen. Neem even tijd voor jezelf om te reflecteren. Om even dan te mediteren een dagje of wat dan ook. Om je terug te trekken. Want ik denk dat jij de neiging hebt om verder te gaan, constant te blijven werken, werken, werken. En zeker omdat je die pijn, die verdriet niet wil voelen. En dat je dus als een gek blijft doorwerken. En dat gaat op een gegeven moment ook zijn tol eisen in je lichaam. Dus weet dat dat niet goed is. Wat mogen wij weten voor de stieren en de vissen? Last but not least. Jullie connectie is meant to be. Er is alleen twijfel. Ga ik hierin investeren, ja of nee? Het kan zijn dat een van jullie zoiets heeft van ik wil dit aanbod niet. Hè? Ik wil naar rustig vaarwater. Maar de ander laat het er niet bij zitten. De ander krijgt bepaalde inzichten hierover en heeft zoiets van deze connectie is meant to be. Dus die komt dus toch nog hals over kop met een aanbod, met een gesprek van ik wil bij je zijn en geef mij nog een kans. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Namaste.